allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe activiteit. Vandaag gaan we kinderyoga doen met Claudia. Gezellig, leuk dat je meedoet, Tessa. Ja, zeker. En wat belangrijk is, is dat we voldoende ruimte om ons heen hebben. In de hoogte, maar ook in de breedte. En een glaasje water, want het kan best nog eens pittig worden vandaag. Oké, Claudia, waar beginnen we dan mee als we de yoga beginnen? Een yogales begin je eigenlijk altijd met de zonnegrond. Omdat het de les is voor kleine kindjes of grote kindjes, heb ik een kinder-yoga zonnegrond gemaakt. Oké, misschien kunnen we maar mee beginnen. Daar komt ie. We maken een zon heel mooi en rond. Stap met je beide benen op de grond. Ga maar wandelen, hand voor hand. Je maakt je heel lang. En dan de andere kant, want we zijn niet bang. Dan gaan we even op onze billen zitten. En daarna maken we ons heel klein. Dan gaan we helemaal strekken. Armen helemaal naar voren. En de benen gestrekt. Adem maar even goed in en uit. Dan zetten we onze handen naast onze borst en onze tenen zetten we in de mat en we duwen onze billen omhoog. En dan staan we in de hond en probeer je neus naar je knieën te duwen en je knieën gestrekt te houden. Dan gaan we even terug naar de plank. Even klein weer. Oké, dan gaan we vanuit deze weer even in de hond. En dan met je handen terug. En rol je lichaam omhoog. En we springen heel goed. Zo, we hebben de zonnegroet nu één keer gedaan. En we gaan het nog een keertje doen. En de vraag aan jullie om met ons mee te doen, doe ons maar gewoon na. En het is voor iedereen anders. Niet iedereen is even lenig. En of je je handen plat houdt of naast je legt, dat mag je allemaal zelf weten. Probeer de houdingen met ons mee te doen. Oké, gaan we nog een keer. Dan maken we weer de zon heel mooi en rond. Stap met je beide benen op de grond. Ga maar wandelen, hand voor hand. Je maakt je heel lang. En dan wisselen we van been en je bent ook niet bang. Dan gaan we even op onze billen zitten zo. Daarna maken we ons iets kleiner. En zo blijven we heel in liggen. Dan gaan we de armen en de benen strekken. Adem maar even diep in en uit. Zet je handen naast je borst, je tenen in de mat en duw je billen in de lucht. Dan gaan we weer staan als de hond. Probeer inderdaad met je neus naar je knieën te gaan. En probeer je knieën gestrekt te houden. Als dat niet gaat, dan mag je ze ook gewoon buigen. Dan gaan we weer terug naar de plank. Dan gaan we weer even terug in de hond. Dan loop je met je handen naar je voeten. Dan rolt je bovenlijf omhoog. En je springt in de lucht. Goed gedaan hoor allemaal! Voor de volgende yoga houdingen hebben wij yoga kaarten met daarop allerlei dieren. En die dieren die gaan wij samen nadoen. Ja, helemaal leuk. We hebben er een aantal uitgekozen en die gaan we samen met jullie doen. Dus ga lekker op je matje zitten of op de vloer waar je de ruimte hebt. En dan beginnen wij met slap. Helemaal goed, gaan we doen. We gaan op de grond liggen, dat hebben we net bij de warming ook gedaan. En je zet je handen
naast je neer, je tenen in de mat en je komt met je bovenlichaam omhoog. En weet je wat voor geluid die slang maakt? Misschien kunnen jullie dat daar doen. En dan gaan we door in de tijger. Oeh, en een tijger die is altijd op zoek naar eten en die gaat dan zo sluipend door de ruimte en weer terug. Beweeg maar. Hè? En dat was de tijger. Wie komt hierna? De leeuw. Eigenlijk ook een soort kat. Ook een soort kat. En de leeuw die zit. Zo. En dan doe je je handen zo. En dan brul maar als een leeuw. Doe maar. Rauw. En niet zo heel gevaarlijk. Maar gewoon een kat voor in huis. Oh, dat is ook leuk. En dan ga je op handen en knieën. En dan maak je een holle rug. En een bolle rug. Nou, jullie weten allemaal wel wat voor geluid de kat maakt. Miauw. Van katten in de woonkamer naar een koe in de wei. Oh, ja, die is heel erg leuk. Maar dan, als jij dan de voorkant laat zien, laat ik de achterkant zien. Want anders dan zien ze niet wat ik doe. Je rechterarm langs je hoofd. En dan probeer je... Zit je op je ene been, Claudia? Zo, hè? Ja. Ja. Ja, helemaal goed. En dan probeer je handen vast te pakken. Sommige kinderen kunnen het niet met de ene kant, maar dan wel met de andere kant. Kijk, deze kan niet, dus niet zo goed. Nee, maar dat doet het ook niet. Dat was de koe. En de kameel. En de kameel, oh, dan ga ik ook even, blijf toch even zo zitten. En dan laat je handen bij je hielen en dan ga je met je hoofd in de lucht. En dan kom je langzaam weer omhoog. Dan hebben we de springhaan. Ook leuk. Dan zit je gewoon op je hurken. Ja, en even goed kijken hoor. Die zit gewoon zo. Maakt de springhaan eigenlijk geluid? Ja, die chirpt. Chirp, chirp. Zoiets? Ja. Chirp, chirp. Geen idee eigenlijk. En die kan dus heel goed springen. Zullen we eens proberen of wij heel hoog kunnen springen? Oké. Okay. Oké. Okay. Dan gaan we hoor. 1, 2, 3. Nou, dat ging best goed. En de spin. Dan moeten we eigenlijk een beetje hetzelfde blijven zitten. Ja, de spin die probeert alleen dan wel... iets te pakken. Voor de rest doet hij met zijn handen niks geks. Hij gaat alleen naar beneden. Dus dat is eigenlijk okay. Een spin. Het lijkt een beetje op de leeuw. En de krab. Ja, die is heel leuk. Dit is de krab. En dat weten jullie misschien wel of misschien ook niet. Want een krab loopt niet naar voren. Hij loopt ook niet naar achteren. Hij loopt opzij. Heel snel is die dan ook. Dat was de krab. Dan gaan we over naar staande houdingen, denk ik. Ja, helemaal goed. En dan gaan we over naar de ooievaar. Ja, helemaal leuk. En dat is goed voor je evenwicht, want de ooievaar die staat natuurlijk altijd op één been. Als je dat nou moeilijk vindt, kan je altijd nog je handen in de lucht doen. Dan heb je meer focus. En je kunt ook altijd naar één plekje kijken. Dat helpt ook. En dan wisselen we even van been. En de volgende is het paard. Oeh, en het paard kan heel hoog springen. Dus gooi die knieën maar in de lucht. En het hert. Ja, die doet eigenlijk een beetje hetzelfde, hè? Die loopt zo. Dit is dan zijn gewei. Probeer maar eens heel diep door je knieën te gaan. En misschien kunnen we dat ook wel met andere benen. Ja, misschien kunnen we dat ook. Laten we het proberen. Oeh, niet omvallen. Goed hoor. En dan als laatste, de giraf. Die de blaadjes eet, hoor ik. Ja, dan ga je op je tenen staan. Je maakt van je handen zijn bek. En probeer maar de blaadjes uit de bomen te eten. En weer terug. Inademen. Zo, dat waren de dierenhoudingen. Ik hoop dat jullie ze leuk vonden en dat het gelukt is.
En misschien kan je thuis nog een keer oefenen. Na de dierenhoudingen gaan we ook nog een aantal andere houdingen doen. Waar beginnen we mee? We beginnen met de driehoek. Ga maar even aan het begin van je matje staan. Zet je linkerbeen naar voren. En zet je rechtervoet schuin. Dan ga je met je linkerarm naar je linker enkel, je rechterarm in de lucht. En kijk maar naar de sterren. Zo blijf je even een paar ademhalingen staan. En als het goed is voel je hier je spierspanning. Oké, dan kom je weer terug aan het begin van je matje. Zet je rechtervoet naar voren en je linkervoet schuin. Dan ga je met je rechterarm naar je enkel en je andere arm in de lucht. En aan deze kant kijk je ook weer naar de sterren. En hier blijf je ook een paar ademhalingen staan. Oké. En dan gaan we aan het begin van ons matje. We gaan even andersom. Dus we lopen even terug naar deze. Dan gaan we op ons billen zitten. En dan gaan we eerst in de kaars. En van de kaars gaan we naar de ploeg. Dus probeer je benen zo hoog mogelijk in de lucht te krijgen. En zet je handen goed in je zij als ondersteuning. En op een diepe inademing laat je je benen naar achteren zakken en leg je je armen plat op de mat. En kom rustig weer terug. Dan gaan we de zijwaartse liggende twist doen. Dat doen onze armen allebei naar de rechterkant. En onze benen geknipt. Met opgetrokken knieën naar de linkerkant. En dan gaan we even terug naar het midden. Dan gaan we met onze armen allebei naar de linkerkant en onze knieën naar de rechterkant. Opgetrokken knieën. Dan komen we weer naar het midden. Dan pakken we met onze armen onze benen vast. En die duw je zo even zo liggen. Misschien vind je het lekker om even een beetje te schommelen. En dan gaan we weer recht liggen. Zet je je voet op de mat. En dan kom je langzaam omhoog. Dat was hem. Bij yoga horen ook meditatieoefeningen en dat is waar we mee af gaan sluiten. En Claudia heeft een leuke vorm bedacht. Dus als je een bellenblaas in de buurt hebt, pak die dan eventjes. Dan wachten wij even op je en dan gaan we door. Want wat gaan we daarmee doen, Claudia? Het is mediteren hoort natuurlijk bij de yoga. En het is dan leuk als je een bellenblaas hebt, dat je ze gaat blazen, maar dat je ze niet kapot gaat maken. Dus probeer ze niet kapot te maken. Ga maar eens kijken waar ze naartoe vliegen. Hebben jullie inmiddels al een bellenblaas kunnen vinden thuis? Anders kijk je gewoon mee naar onze bellen. Ja, dan gaan we nog een keer. En daar gaan ze allemaal.
En bij het mediteren hoort ook altijd een kort verhaaltje. Dat ga ik jullie voorlezen. Dus ga maar lekker liggen op je buik of op je rug. Dan ga ik even een mandaatje pakken. Ik ben zo terug. Nou, liggen jullie lekker? Meditatie in de zon. Ga lekker liggen op je buik of op je rug en sluit zachtjes je ogen. Stel je voor dat je in de zon ligt en dat je hele lijf zich ontspant en vult met stralend goudzonlicht. Laat je adem heel rustig en stil worden. Voel je de zon al op je gezicht, op je armen, op je benen? Blijf zomaar even een tijdje liggen. Ga lekker op je zij liggen. En probeer langzaam omhoog te komen. En ga even in de kleermakerszit zitten. En we eindigen een yogales altijd met: doe je handen voor je borst tegen elkaar aan. En dan zeggen we: namaste. Namaste. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.